Mijn naam is Ray Gijzen en ik ben de voorman van de water- en toiletchauffeurs hier op Schiphol. Hebben we nog wat speciaals? Kom voor elkaar. Dank je. Nou, de functieomschrijving die wij hanteren is eigenlijk water- en toiletchauffeur. Maar wij proberen de mensen zo breed mogelijk aan het werk te houden. Dus de bijkomende functies zijn zoals het helpen met lossen, het laaien van de vliegtuigen. Zowel passagiers als vrachtvliegtuigen. De voorbereidingen treffen. De auto schoonhouden. Want ja, als er geen vliegtuig aan de grond staat, dan gaan we andere dingen, werkzaamheden doen. En dat maakt het ook aantrekkelijk voor de mensen dat het niet saai is. Nou, we hebben nu de opdracht gekregen om een passagiersvlucht af te handelen. En die gaan we nou eerst servicen, zoals het heet. Nou, als je hier ziet, zie je nou de waterwagen als eerste gaan met mijn collega. En die gaat nou toestel voorzien van schoon drinkwater. Ja, het water is gedaan, dus ik kan mijn auto gaan aansluiten. Uit oogpunt van veiligheid en hygiëne dragen wij ook beschermde kleren. Wat ik nu ga doen is de klep open waarachter het paneel zit van het toilet. Deze afzuigslang zetten we op het vliegtuig en dan zal je zien dat het vloeistof nu gaat lopen. Nou, het vliegtuig is nu geserviced, de toiletten zijn leeg en schoon. De passagiers kunnen er weer gebruik van maken en wij gaan naar de volgende toe. We hebben gewoon twee ploegendiensten, dus je begint 's morgens van 7 tot 4 en dan de middagdienst van 3 tot 11. Schiphol is constant in beweging, zoals je kan zien. Er wordt heel veel verbouwd, we gaan weer uitbreiden. Dus ja, het is heel goed opletten, goed de verkeersregels in acht nemen, je aan de snelheid aanhouden. En ja, en je moet eigenlijk gewoon zorgen dat je altijd op tijd bent, dat je geen haast hebt. Dan hoef je ook niet te haasten, dan gebeuren er geen ongelukken. Nou, we staan nu boven de stort, oftewel de wc van Schiphol. En ik ga nu de auto die vol is naar de vliegtuigen lossen, ga ik hier storten, boven het gat. En dan gaat het riool weer net als de wc's thuis. Ja, motivatie. Je moet het leuk vinden om te doen. Het is uitdagend. Het is, elke dag is anders. Het zijn elke dag andere vliegtuigen. Dus ja, je moet gemotiveerd zijn. En ja, een beetje gek misschien om dit werk te doen. Ik heb altijd in mijn achterhoofd van als ik op vakantie ga, wil ik ook op tijd weg, op tijd aankomen met alles erop en eraan. Dus ik probeer ook die gedachte in mijn hoofd te hebben als ik mijn werk doe. Van joh, die mensen willen ook naar de wc kunnen. Mensen willen ook schoon drinkwater en hun bagage aan boord hebben. Dus ik denk gewoon bij elke vlucht dat ik zelf aan boord zit. En dat, ja, dat is mijn drijf om te zorgen dat de passagiers met een smile op vakantie gaan. Lijkt het jij nou ook leuk om op de water- en toiletwagen te rijden? En hou je van een uitdaging? Kijk dan op het site skyjob.nl. En wie weet zit jij er naast mij in deze auto.